Welkom bij Barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het 0 graden. En binnen zit Jolanda Linders met Dennis Vermeulen, Prins Tita XL. Welkom allemaal in mijn barretje. En ik heb vandaag te gast Dennis Vermeulen en bekend als Prins Tita XL. Van Pottersburg. Van Pottersburg. Welkom Dennis. Ja. Hallo, of moet ik zeggen Prins Tita XL? Zeg maar gewoon Dennis. Ja. Gewoon Dennis? Oh, nou, dat vind ik aardig. Maar Dennis, nou staat er dus XL, hè? Ik dacht XXL, maar... Nee. Dat is dit jaar wel, maar het is XL, want X is 10 en L is 50. En de X staat ervoor, dus dat is 40. Dus ik ben Tita de 40ste. De 40ste. En dat, maar meestal wordt er aangeduid Tita de eerste of de tweede. In Pottersburg niet. Dat hebben ze wel een tijdje gehad, maar in principe alle prinsen heet het vanaf nu, of al een tijdje, sinds Jan van Haren heet het weer Tita. En de eerste prins heet ook Tita. Tita de eerste. Tita de eerste, ja. Ja, inderdaad. Ja. Dat is ver van voor mijn tijd. Dat is ergens in 1952 geweest. Henk Troost, ik ken die beste man niet, dus. Toen waren wij er nog niet. Nee, waren wij er nog niet. Dennis, ik, want het is voor de kijkers, is dat natuurlijk de man achter Dennis Vermeulen. Of we die eens leren kennen. De man achter Dennis Vermeulen? Ja, dus echt even wat er in je omgaat. Ik heb een stapel kaarten. Ja. En willekeurig mag jij er eentje afpakken. En dan gaan we daar eens even over babbelen. Is goed. Oh. Nee. Nee, ze zijn allemaal wel leuk. De duivel is een gevallen engel. Gestruikeld over een slechte eigenschap. Welke slechte eigenschappen doet jou soms struikelen? Heb je slechte eigenschappen? Ja, dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen, maar ik zal er vast wel hebben, maar ja. Ja, wat een slechte eigenschap. Ja, misschien dat ik af en toe te eerlijk ben en een goed zak. Ik wil het allemaal te goed doen voor iedereen. En daar struikel ik zelf wel eens over. Ja, dat is dan wel een eigenschap waar je over struikelt. Ja. En op zich is het een positieve eigenschap, maar ik kan ook wel eens negatief uitvallen. Ja, als je te eerlijk bent soms wel, ja. Maar eerlijkheid duurt wel langs, dus. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ben ik het helemaal mee eens. Af en toe is dat niet altijd de makkelijkste manier. Of de makkelijkste weg. Maar heb je nog meer slechte eigenschappen? Ja. Ik denk van, nou, dat zou ik wel eens willen veranderen. Mijn vriendin zegt altijd dat ik nooit meer naar huis ga, dus. Kan ook een goede eigenschap zijn. Ja. Je kunt weinig stoppen, zeg ja, maar. Als ik op pad ben en ik heb er een drankje bij of zo. En dan zijn we al van die begonniels, dus daar houden wij wel van. En ja, dan ben ik moeilijk mee naar huis te krijgen. Jij doet licht uit. Ik maak meestal wel de lamp uit, ja. Ja, precies. Ja, die zijn er meer, hè? Dus ja, dat, ja. Of dat nou echt een hele slechte eigenschap is. Ja, ik denk dat er heel veel mensen wel dat hebben. Ja, als het gezellig is, dan gaat de tijd ook zo snel, hè? Ja, maar dat is ook goed, hè? Ja. Volgende vraag. Als je wil weten wat onvoorwaardelijke liefde is, kijk dan naar een moeder. Misschien wel jouw moeder. De onvoorwaardelijke liefde is het grootste geschenk dat ze haar kinderen kan geven. Wanneer heb jij onvoorwaardelijke lief gehad? Dus... Ja, heb ik eigenlijk nog steeds. Met mijn huidige vriendin Maartje, daar ben ik al een aantal jaartjes mee samen, dus... En daar ben ik toch echt wel hartstikke gek op, ja. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Denk het wel. Ja, en natuurlijk mijn moeder, hè, dat is... Dat blijft, hè? Ja. Dat is ook onvoorwaardelijk. Ja. Maakt niet uit hoe of wat. Of een moeder blijft altijd onvoorwaardelijke liefde. Een bijzondere band heb ik met mijn moeder altijd. Ja? Ja. Ben je enigst kind? Ja, enigst kind. Ja. We kunnen wel eens wat woorden hebben, maar dat is toch altijd weer gelijk weer goed. Dat zat ik me straks af te vragen. Ben jij een echte Gravenaar? Ja. Geboren en getogen?
ja, geboren in het Radboud dan, maar mijn ouders woonden toen al in Graben. In het asfalt toen de tijd. Dus. Oké, okay, en moet je, dat is natuurlijk daarop doorgaan, dan kom ik weer terug op als prins. Moet je een echte Gravenaar zijn? Wil je prins worden of zijn? Nee, maar je moet natuurlijk wel een bekende Gravenaar zijn eigenlijk. Mensen moeten je wel kennen. Jos Keizer kwam uit Schaik, prins geweest. Ja. Dus het is dus niet, we hebben ook wel eens een prins gehad die niet in Graven woonde. Oh ja? Ja. Weten we zo wie? Ja, ik kom zelf. Arjens. En dat is geen oorspronkelijke Gravenaar? Ja, oorspronkelijke Gravenaar. Oh ja, kijk. Maar die is verhuisd. Woonde, geloof ik, in Puiflijk toen. Ja. En die is hier prins geweest. Die is prins geweest. Oh, dat is wel heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Maar jouw ouders of jouw moeder, die wonen nog steeds in Graven? Mijn vader niet. Mijn ouders zijn gescheiden toen. En mijn vader is 4, 5 jaar geleden overleden. Dus. En is die ook wel in Graven blijven wonen? Nee. Nee, die is na de scheiding is die verhuisd. Oké, okay. Maar jouw moeder woont? Mijn moeder wel, die is altijd in Graven blijven wonen. Was geen oorspronkelijke Graafse. Nee. Kwam eigenlijk uit Langeboom. En toen is met mijn vader gekomen en toen zijn ze in Graven gaan wonen. Oh, maar leuk dat je moeder is hier op de infirmerie, geloof ik, en toen naar het Esveld. Toen daar maar nieuw gebouwd werd daar. En daar ben jij ook geboren? Ja, opgegroeid. Ja, ja. Ja, in Esterveld, Laan of hoe noemen ze dat? Ja, Esterveld, de wijk. Ja, ja, de wijk, ja. Nou, mooi, Dennis. Ja, nieuwe kaart. Ja, deze is wel leuk. Ik ben je reisgenoot aandacht. Als je met mij reist, leef je intens. Je ziet, ruikt, hoort, ervaart wat er nu gebeurt. En je neemt het zoals het komt. Je doet je werk geconcentreerd en je geeft je volledig aandacht aan het gezelschap waarin je verkeert. Is aandacht jouw vaste reisgenoot? Ja, ik heb wel altijd interesse in mensen, dus mijn aandacht is altijd wel getrokken. Ja, maar heb jij aandacht nodig om te kunnen... kijk, je bent prins, hè? Ja, dan krijg je heel veel aandacht. Ja, dus, dan sta je overal in de spotlight en overal op de voorgrond... en zit overal van een microfoon onder je neus. Maar vind je dat leuk? Vind je dat leuk dat je die aandacht krijgt? Iemand die graag op de voorgrond staat. Maar nou, als je kiest dat je prins wil worden, voor prinschap gaat... Dan weet je, daar hoort erbij. Dan hoor je op de voorgrond te staan en ja, dan draait het even om jou. En vond je dat niet moeilijk? Omdat je eigenlijk niet op de voorgrond wil en je kiest dan toch voor om prins te zijn? Ja, ja, in het begin vond ik dat wel moeilijk. Zeker ook, je moet overal een speech houden. Bij elk bezoekje moet je een woordje doen. En dat vond ik in het begin best lastig. Sowieso al die woordjes, die speeches schrijven, is geen dagelijks werk voor mij. Dus ja, dat doe ik nooit. Dus dat is toch wel even een dingetje. Maar ja, we hebben het toch wel gelukt allemaal het afgelopen jaar. We hebben goede speeches gehad. En ik deed samen met mijn vriendin, deden wij die een beetje schrijven. Ja. En dan moet je het maar even voordragen. Hè? Je wordt er wel sterker door, denk ik. Ja, ja. Het is, je groeit er wel door, ja. Ja, ja dat, tenminste, als ik naar mezelf kijk, hè, dat ook allemaal in het begin eng en niet durven. En dan hoe meer je het doet, hoe makkelijker. Dan denk je, nou, ik heb mijn eigen daar altijd voor de zenuwen voor gehad. Ik weet nog toen met de pronkzitting de eerste keer. Dan was je ook zo zenuwachtig. En dan stond je bij ons dan achter bij dat tafeltje met die toneelmeesters. En wat drinken. Nou, ja, maar dat komt omdat ik dus dat gewoon niet durfde. Ja. En toen ik het eenmaal had gedaan, en ik weet nog, die avond kwam ik thuis en ik dacht... Oh yes, weet je, dat kan ik van mijn bucketlist afschrijven. Ik ben ooit een keer voor publiek, heb ik gestaan en gepraat. En toen in één keer, toen dacht ik... Oh shit, ik moet morgen nog een keer. Morgen weer. Oh ja, en toen had ik echt te zien. En toen ben ik inderdaad... Maar toen was ik er ook doorheen. Ja, ja, dat is even, je moet even door die zure appel heen. Ja. Ja, dat moest ik ook de eerste keer, ja. Bij onze onthulling ook. Dan kom je, ik kwam dan door zo'n doek. En dan denk je, maar, zie je die zaal en al die gezichten zijn op je gericht. Ja. En ik stond achter de scherm te wachten en dan word je dan aangekondigd. En, ik was mijn tekst kwijt, mijn hart zat in mijn keel, het bonkte en ik wist niks meer. Ja.
Ja, maar dat is wel leuk, want dan is aandacht nu wel jouw vaste reisgenoot geworden. Ja, maar je wordt er wel sterker door, ja. Zeker. Ja. Ja. Je wordt er steeds beter in. Nou, leuk. Volgende kant. Jasmijn is een bloem van tederheid. Een antwoord op de verruwing in de samenleving van vandaag. Beantwoord die verharding met tederheid. Geef morgen een bosje jasmijn aan iemand met wie je nog iets goed te maken hebt. Wie wordt de gelukkige ontvanger en waarom? Heb jij met iemand iets goed te maken en verdient een bosje jasmijn? Ik zou dat zo niet weten. Of je ergens iets ergens geen gezicht hebt zitten. Volgens mij niet. Wie verdient volgens jou sowieso een bosje jasmijn? Mijn moeder. Kijk. Ja. Die is toch niet altijd makkelijk gehad met mij. En ja. Ik was nou niet zo'n heel lastig kind vroeger. Maar ik heb ook wel wat dingen gedaan die niet altijd even goed waren. Zou ik maar zeggen. Even handig. Maar ja. Dat hoort ook een beetje bij het ouder worden natuurlijk. Maar ja. Ik denk dan toch wel mijn moeder, ja. Ja, maar dat is wel leuk. Ja. Want die kunnen altijd wel een bosje jasmijn gebruiken. Mijn moeder dan samen met mijn stiefvader. Die, ja. Die is ook al heel wat jaartjes samen met mijn moeder. En die hebben mij toch wel in grote lijnen opgevoed en gevormd wie ik nou ben natuurlijk. Ja. Dat is wel leuk. Dus denk ik dat het daar naartoe moet. Naar mijn moeder en mijn stiefvader. Dan gaat hij naar je moeder. Ja. En je stiefvader inderdaad. Volgende kaart. Next one. De stilte geeft jou een bril die het mogelijk maakt je omgeving veel scherper waar te nemen. Na enig aarzelen zet je de bril op. Kijk nu eens om je heen en beschrijf eens wat je anders nooit gezien zou hebben. Wat zie jij nu in deze tijd om je heen wat je anders niet gezien zult hebben? Ik weet niet of voor de kijkers, hè, wat je vertelde over je met je ogen. Want dat is in één keer. Ja, je bent wel een stuk. Ik was altijd wel voorzichtig, hè, met mijn werk, met mijn ogen en zo. Maar ik ben nou toch wel een stuk bewuster ermee. Want mijn ogen zijn natuurlijk wel waren in één keer heel stuk. Ik zag in één keer nog maar 30%. En dan schrik je wel even. En ja, dan merk je ook. Ja, wat je er eigenlijk aan hebt, dan ga je het waarderen. Eigenlijk, ja. Als je iets kwijt bent, even. En ik ben blij dat het zicht weer helemaal goed is. Maar op dat moment zag ik toch wel een zak en als af. En, ja, of je dan meer gaat zien, ja. Dat weet want er was een, voor de mensen, heeft een oogziekte geconstateerd? Ja, oogziekte. Het is eigenlijk een auto-immuunziekte. Mijn lichaam ruikt mijn pigment op. En pigment zit ook in de huid. Dan zie je meestal vlekjes op de huid. Maar pigment zit ook in je ogen, in je oren, maar ook in je hersenen. En daar was mijn lichaam aan het opruimen. Was de weg kwijt. Ja, en in één keer had hij daar zoveel uit mijn oog weggehaald dat er barstjes in mijn adertjes kwamen die in het oog zitten. Ik kreeg lekkages. En dan krijg, ja, als dat te lang blijft zitten, krijg je permanente oogschade. En dan ga je minder zien. En dat is nu door medicijnen, ja, is dat heel weer? Heel veel medicijnen heb ik gehad. Ik ben ook echt heel slecht geweest. Ik heb ook alleen maar weken alleen maar op de bank gelegen. Ik kon niet eens meer naar de markt lopen hier in Graven. En ik woon hier in het centrum. Dat ging niet meer in één keer. Zo, ik was echt niks meer. Een nul. Ik kwam de bank niet meer af en was allemaal moe, zwaar. Ja, en dan ja. Door medicijnen ja. Is je zicht nu weer 100%. Ja. En ja, dan is dit wel een hele toepasselijke kaart. Want wat zie je dus inderdaad wat je anders nooit gezien zou hebben? Je zicht. Ja, je zicht. Toch, ja, je gaat het wel meer waarderen. Want je ziet op een gegeven moment, ja, je maakt je toch een beetje zorgen. Je ziet nog maar één keer op een ander moment nog maar 30%. En ja. Lijkt me wel heel erg schrikken. Ja, ik heb ook echt een tijdje ging ik niet fijn naar bed s'avonds. Nee. Nee, want je weet niet of je de volgende dag opkomt of je nog ziet. Of ja, gaat het nog goed komen? Wordt het nog erger? Ik kon ook nog doof worden. Ja, doof en blind. Nou, dan heb je wel pech in het leven als je dat allemaal hebt. Ja, precies. En dan is het allemaal goed gekomen bij mij, hoor. Maar
Ja, alleen ik ben ook nog met die medicijnen aan het afbouwen en ben nog steeds heel erg moe. Ja, dat is wat je eraan over hebt gehouden. Nou ja, kijk, het zijn zelf al heel veel medicaties is er al af. Dus, maar het laatste beetje wil ik er ook nog af hebben. En dan hoop ik dat ik weer iets meer kan gaan bewegen. En dat alles weer een beetje goed gaat komen. En nu dus, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, hè, dat je zicht weer terug is. En wat zie jij nu, zeg maar, in deze tijd, wat je anders niet gezien zou hebben? Want nu kan in één keer kunnen bepaalde dingen wel. Weet je wel, wat eerst onmogelijk was. Mensen worden heel vindingrijk om toch dingen... Wat is jou het meeste opgevallen? Ja, de mensen moeten nou toch eigenlijk weer allemaal terug naar hun eigen ik. En dat toch bij veel mensen tegenvalt. Dus mensen zijn toch allemaal wel ongelukkig. En dan zeggen ze, we kunnen niet naar de horeca, we kunnen niet naar die kroeg. Ja, maar... Mensen moeten ook blij zijn met wat ze thuis hebben. En ik denk dat mensen daar nou ook wel... Ondertussen, we zitten nu al zo lang in die crisis. Ik denk dat mensen daar nou ook wel gaan wel weer waarderen. En, ja. Ja, daar heb je wel een punt. Want inderdaad, je leest het ook. Hè. Heel veel mensen depressief worden in deze tijd. Maar mensen komen inderdaad nu pas heel dicht bij zichzelf. Ja. We zitten allemaal naar eigen te kijken. En hoe zit ik erbij? En hoe heb ik het voor elkaar? Zijn ze toch, blijken ze toch dat ze toch wel heel afhankelijk zijn van bepaalde afleidingen en dingen. En, ja. Nou, vind ik een goede constatering. Volgende vraag. Plotseling weet je het, je gaat het helemaal anders doen. Je geeft alles weg, zegt iedereen gedag en begint een nieuw leven. Hoe zou jouw nieuwe leven er ideaal gesproken uitzien? Ja, dan moet je eigenlijk gaan dromen natuurlijk. Hè. Ja, maar dat mag, hè? Ja. Want iedereen heeft dromen. Dus wat zou jou, als je helemaal opnieuw mag beginnen, hoe zou jij doen? Of wat zou je het liefste doen? Ja, ik ben eigenlijk best wel gelukkig met het leven wat ik nu heb. Ik zou wel dingen, natuurlijk wel dingen anders en misschien een andere auto en dat soort dingen. Maar dat is materialistisch, ja. Ja. Maar, ja, ja. Maar zou je naar een ver eiland, warm eiland... Nee, ik ben niet zo van de verre vakanties. En mijn vriendin vindt dat prachtig. Die zou het liefst zo ver mogelijk en zo lang mogelijk weggaan. Maar ik heb het eigenlijk na een weekje eigenlijk overal weer gezien. En dan wil ik gewoon eigenlijk weer gewoon naar die graf. En gewoon in mijn eigen vertrouwde omgeving. En daar voel ik me gewoon het prettigst. Maar dat is toch mooi? Ja. Dat je het niet anders zou willen doen? Nee, ja. Ik ben gelukkig met mijn werk. Gelukkig met mijn leven, met mijn vriendin. Dus je zou het, als je het weer opnieuw mocht doen, zou je het weer precies hetzelfde doen? Ja, misschien bepaalde dingen anders. Maar andere keuzes maken met liefdes misschien. En, ja. Nee, dat kan inderdaad. Maar je zou niet inderdaad willen verhuizen en nee. Ergens een... Nee. Nee, ik zou, cocktailbarretje op het strand. Ja, dat is leuk voor een week. En dan heb je dat cocktailbarretje ook alweer gezien, denk ik. Maar, dan is het ook. Ja, dan is de glans er ook af. Ja, dan zijn de flessen leeg en dan moet je naar huis. Ja, maar wel leuk. Wel leuk dat je het bij jezelf houdt. Ja. De volgende. Hey, mijn lijflied. Ken je hem nog van vorig jaar? Ja. Want deze avond is zo voorbij. Van onze kraken wordt de barman blij. We feesten tot het s'avonds laat. Vol liedje. Ja, dat is het. Maar dat is jouw lijflied, om het even te zeggen. Ja, nou, ik... vroeger ging ik, als je met een prins ging, natuurlijk al met de kapel. Maar die jongens hebben ook niet zoveel tijd meer voor om elke week met een prins op stap te gaan. En dan mochten ze één of twee liedjes spelen. En dan moesten ze de rest van de avond ergens aan de bar gaan zitten. Wachten tot ze meer naar huis gingen. En dan hadden de jongens geen zin meer in. Dus dan kom je eigenlijk zo'n zaal binnen. En vind ik, dan moet wel iets gebeuren. En als je dan dit nummer, als dat in één keer door de speakers eruit knalt. Dan zie je de mensen toch even kijken, hey, er gebeurt in één keer iets. Dus er komt iemand binnen. Er komt iets binnen. En dan kwam er ook iets binnen. Dan kwam ik met mijn gevolg aan. Dus, ja, maar het was wel leuk. Ja. Het was een feestje. Ja, het was een prachtige carnaval. Ja, heb ik echt genoten. Ja. En ook, ik liep net in mijn prinsenpak over straat. En dan word je door
iedereen aangesproken. En ja, wat jammer dat je niks kunt doen dit jaar en dit en zus. En het was gezellig en een goed jaar. En ja, toen zie je ook de mensen allemaal missen gewoon. Ja. Ja, want bij iedereen is het dus, wat ik begrepen heb, hè, dus, vanwege de corona wordt er geen carnaval gevierd. En worden de prinsen die prins zijn, of prinsessen die prinses zijn, die schuiven automatisch een jaar door? Of hoe ja, hebben ze dat? Hebben ze, hier in Potsdam hebben ze gekozen en bij alle zusterverenigingen van Graven ook. Ik geloof alleen bij de jeugd in Eschaar, daar komt nou wel een nieuwe jeugdprins of jeugdprinses. Oh ja? Ja. Ja, en gast, dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij gingen jullie dat ook niet doen. Maar Eschaar in ieder geval wel. Ja, die kiezen eigenlijk, wat ik begrepen heb van Willy, die kiezen altijd iemand uit groep 8. En dan zou dat dit jaar niet zijn. En dat vonden ze niet. Ja, en de kunnen. Scholen gaan net weer maandag open, hè? Ja, de basisscholen. Ja. Dus oké. Okay. Ja. Maar voor jullie is het wel, dan zet je gewoon een jaar door. Hè? Het is eigenlijk een tussen haakjes een verloren jaar. Hè? Ja, ja, dat klopt. Maar ja, toen het bestuur met mij met deze vraag kwam, heb ik ook, zei ik ook, ja, ik zou ook niemand in deze periode... Wie wil er nou prins worden in deze periode? Dat ja, niemand. Nee. Want op dat moment wisten we nog niet hoe dat we nou nog in die lockdown zitten of hoe we nou zaten. Maar je wist wel dat het seizoen niks ging worden. Ja. En dan denk ik, ja, nee, dat gun je niemand. Je gunt iemand een compleet seizoen. Gewoon een topseizoen. En ja. Dan kun je beter inderdaad een jaartje blijven zitten. Ja, dat maakt dan ook niet uit. Nee. Dus maar ja, jij kunt wel de geschiedenis in als XL. Ja, van die twee jaar prins zijn geweest. Nee. Nee. Ja, ik heb het boek ernaar gekeken en ja, ik ben dan de vierde keer dat het is voorgekomen dat we een prins die twee jaar zit. Maar dat is vanaf 1962 al niet meer voorgevallen. Dus, dat waren wij dan nog niet. Wij dan niet. Nee. Dus dat is wel leuk voor de generatie van nu, hè? Die dus wel kunnen zeggen van... Langzittende prins. Ja. Ja, precies. Ja, wel heel leuk. Oh, ik had hem nog. Dat is eigenlijk wel wat we het straks ook over hadden. In de buurt van Cubio loopt een boosaardige wolf rond, waarvoor de inwoners van het dorp doodsbang zijn. Behalve Franciscus, die vol vertrouwen naar hem toe gaat en een verbond met hem sluit. Zo doorbreekt Franciscus een schijnbaar uitzichtloze situatie. Heb jij wel eens het initiatief genomen om het kwaad in je omgeving te doorbreken? Ben je wel eens, heb je wel eens een situatie meegemaakt waarvan je zegt van, daar ben ik tussen gesprongen om erger te voorkomen? Ja, ja. Ja, ik ben niet zo'n ruziezoeker. Meestal als er ergens problemen zijn, dan ben ik meestal al weg. En als er iets gebeurt, probeer ik het altijd wat te sussen, maar ja. Ja, dus dan heb je het kwaad wel gebroken. Dus dan sus je het. Dus je hebt het wel, je hebt wel situaties gehad waardoor je het een beetje... Ja, ja, dat is ook al lang geleden. Vroeger, hè, toen we nog in de morgenzon zaten, dan verveelde er wel eens iets. Oh, ja, ja. In die tijd. Ja. Wat een morgenzon, ja, dan had je baggers, had je ook nog volgens mij, hè? Ja, dat was een heel uitgaansdorp daar, hè? Ja. Daar moest je zijn in het weekend. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, wat ik al zei, ik kom hier niet vandaan. Maar... Op het fietsje er naartoe, ja. Oh, echt? Ja. Hoe ver is het fietsen? 20, nee, half uur? Langer? 20 minuutjes, 25 minuutjes. Oh. Maar toen was ik nog in goede conditie, hè? Terug alleen langer. Fietsen we elke dag nog naar school en, ach, man. Ja. Ja, dat zie je niet meer zo vaak. Nou ja, ik zie wel jeugd inderdaad wel nu met dat reizen en met die OV. Ja. Hè, die vinden het niet erg om in de bus te stappen om te reizen of wat dan ook. Maakt niet uit. Maar ook het fietsen op zich. Ja, ik moest gewoon op de fiets. Ja. We gingen met een paar man. Ik ging dan naar Nijmegen naar school. En elke dag op het fietsje naar Nijmegen. En daar nooit ruzie of zo? Niet iets wat je moest sussen? In de familie? Maar heb je iets moeten sussen? Heb je... Nee, ja, niet zo dat ik kan herinneren. Nee. Nee, ja. Nou ja, dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi. Dan ben je niet zo... Het zijn wel eens woorden, maar meestal lossen die mensen er zelf al weer op. Ja. Ja, maar het is wel fijn dat jij daar niet is over het. Nee, ik ben meestal zo'n iemand, ik wil wel altijd rustig te houden voor mijn eigen. En wegwezen. Zoek het niet op, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat is ook weer een van die eigenschappen waar we het over hadden. Hè. Ja, eigenlijk, te eerlijk. En, te soft misschien wel, ja.
Nou, ik weet niet of dat soft is. Dat je dat soft kunt noemen, dat is alleen maar goed. Als je ziet wat er allemaal gebeurt. Mensen die iets proberen te sussen. En wat daarna, nu in deze tijd, hè, heb ik het over. Ja, ik snap die programma's ook niet van familiediner en zo. Dan denk je, jongen, wat een ellende. Oh, die vind ik wel heel erg leuk. Ja, dan denk ik, waarom is het nou allemaal zo moeilijk om het nou gezellig te houden? En... Ja, maar dat is het, hè. Hoe moeilijk is het om mensen zijn zo, wat ik dan zie hè, bij dat programma, zo dwars. En zo van, nee, gebeurt niet. En die komen dan ook niet op zo'n familiediner. En dan denk ik, wat? Je leven is al niet zo lang. Dus geniet ervan. Ik word er niet ervan en houd het gewoon gezellig. Nou ja, dat vind ik dus ook. Ja. Ja. Het leven is één groot feest. Dat is, daarom hangen bij ons ook altijd slingers hè? Ja. In huis. Elke dag feest. Dat is echt waar. En je ook elke dag feest. Ja. Volgende kaart. Even kijken. Het is een prachtige najaarsdag en de zon staat te stralen aan de hemel. De rode en de gele bladeren aan de bomen lijken daardoor wel van goud. De zon doet waar hij goed in is. Met het vuur dat hij van binnen voelt, verwarmt hij de wereld. Doe jij wat jij diep van binnen voelt? Doe jij wat in je opkomt? En als je een gevoel hebt dat je iets moet doen, doe je dat dan ook? Ja, als ik dat in mijn hoofd heb, dan wil ik dat ook wel gaan doen, ja. Ja. Toen ik in mijn kop had dat ik prins ging worden, ja. Werd je ook prins? Ja, dat heeft een paar jaar geduurd. Maar, ja, maar dat had je wel in je hoofd. Je moet toch op je beurtje wachten totdat het voorbij komt. Ja. En ja. 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 Dus je doet wel wat in je opkomt. Ja. Dat is de cameraman. Volgende kaart. Leuk, Dennis. Je gelooft wel dat ze bestaan, maar deze keer had je er ook echt één nodig. Een engel. Wanneer heb jij een beschermengel nodig gehad? Nou ja, die vraag die... Toen ik net mijn rijbewijs had, toen was het een tijdje heel mooi weer geweest. En toen heeft het geregend. Toen ging ik 's ochtends naar mijn werk. En toen reed ik hier bij de brug. En toen ging ik met raak in de slip. Ja, dus ik leeg gewoon de weg af. Net voor de brug. En dan loopt die weg naar beneden. Ik denk, dan rol ik heen. De auto op de kant en ik rolde zo net niet de berg af, maar... Toen zat er denk ik toch wel in mijn schermengeltje. Ja, die moet je dan ook wel hebben gehad, ja. Zeker weten, want je kunt er ook naar naaf. Ik heb overgehouden, de auto was wel te auto los. Dat was dat ook niet de allerduurste auto, want het was mijn eerste autootje, maar ja. Ja, maar dan is het maar een auto, hè? Ja, het is mijn auto, maar blik, hè. Ja, precies. En dan heb je inderdaad een beschermengel. Ja, daar was ik ook wel flink van geschrokken, ja, toen. En toen ben je wat rustiger gaan rijden. Nou ja, ik reed ook niet te hard, vond ik. Maar ja, ik ben wel altijd voorzichtig geweest als het een tijdje mooi weer is. Want dan zeggen ze ook altijd, er ligt wat olie en rubber op de weg. En dan kan het wel eens glad worden. Ja, en dat was ja maar dan heb je dat denk ik ook nog steeds in je. Ja, als het een beetje een tijdje mooi weer is. Of het is wat... Want nou krijg je ook weer natuurlijk die kou, die vorst. Dan ben ik toch altijd wel meer op mijn hoede. Ja, dat geloof ik al, want dat blijft altijd in je hoofd zitten. Ik zie mij eigenlijk nog zo half die bult afrollen daar. Heb je ook nachtmerries ervan gehad? Nee, dat niet. Nee, maar dat hoor je vaak, hè? Ja. Dat mensen die zoiets meemaken, dat je echt dat nog net daarna, zeg maar, een paar keer goed terugkomt. Nee, dat heb ik niet gehad. Je hebt echt een bescherming gehad. Een goede bescherming gehad. Ja, en dat was eigenlijk ook de laatste vraag, Dennis. Ja, over de bescherming nog. Oké. Ja, dus dat is eigenlijk wel... Wel een leuke afsluiting. Een goede beschermengel op je. Goede beschermengel op je. Ik wil je heel erg bedanken voor dit leuke gesprek. En ik wens jou heel veel succes. Dit jaar, toch? Ja. Met je Tita XL. Ja, accent dan. Ja. 2.0. Ja, 2.0. Hè? Of 2.1, wat is het nou? Ja. Zeg het maar. Het is nou eigenlijk 21, dus 2.1. Ja, maar superleuk Dennis dat je hier plaats hebt genomen. Ik vond het ook wel weer zo leuk om weer eens een keer gezellig even in de kroeg met iemand de buurt. Dat is lang geleden. Ja, ik denk, ik zag dan wel weten hoe een kroeg eruit ziet van binnen. Maar ja, nee, dat was, ik vond het ook wel leuk. Ik heb er nog iets leuks bij. Kijk, een lekker flesje erop shot.
van mijn eigen. Die heb je dus zelf gebrouwen? Ja, zelf gemaakt. Ik ga hem echt... Ja, ik vind het zo lekker. Alleen die drop al vind ik lekker. Ja. Ze zeggen allemaal dat hij heel lekker is. Dus ik vind hem zelf ook lekker. Dus, Nou, superleuk Dennis. Dank je wel. En we gaan er... ik denk, ik zal het niet aan de kinderen... Als, ja, precies. Als, is op hier, denk die zijn ik. Zo op, hoor. Ja, die is zo leeg. Ik heb ook een cadeautje voor jou. Ja, want jij krijgt van ons... Oh, een 0486 mok. Kijk, dat vind ik leuk. Ja, hè? Ja. Dus kun je lekker uit drinken. Kan gewoon in de vaatwasser. Daar ben ik achtergekomen. Oh, dat is ook wel fijn. Dus bedankt, Dennis. En heel veel succes met... De carnaval. Ja. Het zal niet veel willen worden, maar een beetje online dingen. En, maar ja, daar komen we ook alweer doorheen. Dat denk ik ook wel. En blijf gezond. En ja, blijf gezond. Dat is het allemaal. Of blijf negatief, kun je nou zeggen. Ja, blijf negatief. Dankjewel voor het kijken en tot een volgende 0486-barretje. Allah. Allah.